En dan een beetje zo. Ja! Je bent geen hooligan. Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik ben wel, ik ga wel naar elke wedstrijd, ja. Oh, heerlijk. Ik hou echt van mijn honden. Dit is Slaapkamerdates. De datingshow die gelijk de slaapkamer induikt. Niet eerst eindeloos chatten op een app. Geen eerste afspraak in een fancy restaurant. Maar een blind date. Gewoon bij je thuis. Hoppa, zo de slaapkamer in. We zijn in Zaandam, bij Rick. Een 19-jarige zorgverlener die op zoek is naar love. Hey Rick, waar hoop je nou echt op? Ik hoop op een enthousiaste jongen, spontaan. Ja, gewoon lekker kletsen. Ik heb heel veel zin in. En daar is je date, Tom. Een 21-jarige kapper uit de Achterhoek. Hey Tom, wat is eigenlijk jouw type? Ik heb er echt super veel zin in. Ik heb niet echt een type. Als er een lul aan zit, is het al goed. Ik geef je groot gelijk. Nou, ga jij maar gauw naar binnen, want je date zit op je te wachten. Hallo. Hi. 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 Tom. Berk. Wil je wat drinken? Lekker. Ja? Cola vandaag. Ja, doe maar. Colaatje. Ja, lekker. Oké. Okay. Ik dacht meteen, nou, wel een leuke jongen. Eerlijk gezegd, ik zou niet op hem afstappen in de kroeg, zeg maar. Hij is niet op het eerste oog, zeg maar, mijn type. Maar het is een hele leuke jongen. Hij zag er echt super leuk uit. Ja, ook al heb ik geen type, hij is wel even mijn type, ja. Oh, maar hoe oud ben jij? Ik ben 19. 19? Jij? Ik ben 21. Oké. Okay. Waar kom je vandaan? Uit de Achterhoek. Bij Doetinchem. Ken je dat? Nee. Nee? Dat ligt... Doetinchem klinkt wel bekend, maar ik ben echt helemaal niet... Bij Arnhem, achter Arnhem. Ken je dat wel? Ja. Ja. Komt in de buurt. Komt in de buurt. Woon je op jezelf? Nee, nee. Ik kom met mijn broertje en mijn ouders. Ja. Maar hun zijn weg nu? Of? Ja, ja, als het goed is komen ze straks thuis. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk in de ouderenzorg nog. Oh, wat leuk. Ja. Ja, ik ben nu dan kapper. Oh, leuk. Ja, maar heb je opgegeven hiervoor omdat? Ja, ik heb toch wel een leuke vriend. Ja. Ja, ik ook. Je bent hartstikke leuk. Nee, kerel. Ja. Dat kletst al lekker weg. Mooi zo. Wij gaan snel door naar Job, die vol spanning zit te wachten op zijn slaapkamerdate. Ja, natuurlijk ben ik een beetje zenuwachtig. Het is niet dat ik elke dag een date opvang, maar ik heb er wel heel veel zin in. Heel veel zin is precies wat ik wil horen. Date Anna staat al klaar. Vertel eens, wat zoek je in die droomvent, Anna? Ik zoek een type die sociaal, lief, aardig, spontaan, toch wel intelligent, humoristisch. En een doel heeft in zijn leven. Een flinke waslijst. Ja. Hoi. Hoi, Job. Anna. Hoi, lekker te ontmoeten. Nou, ga lekker zitten. Ja, stempjes. Ik zal kiezen waar je wilt zitten. Waar kom je vandaan? Maastricht. Maastricht. Ja, aardig eindje om te reizen. Ja, klopt. Ik ben toevallig vanochtend bij een vriendin blijven slapen. Die woont hier in de buurt. Waar denk je dat ik vandaan kom? Hoort het aan mijn accent of niet? Rotterdam? Je hoort het wel dus. Je hoort het wel. Ja. Ja, toen ik hem zag dacht ik, oh ja, volgens mij wel een spontaan persoon. Ja, ik kreeg maar gewoon gelijk een chille vibe. Ze is zeker wel mijn type dat ze lekker vrolijk is. Ze heeft zeker wel eigenschappen van wat ik wel leuk vind. Heb je denk maar dat je wel gespannen bent of niet? Ja, dat is ook echt mijn eerste date ooit überhaupt. Echt? Heb je ooit een keer dating site gedaan of app? Nee. Nee. Ik heb wel even tijdje op date, maar dat is eigenlijk niet voor mij. Joh. Nee. Alles swipen, ja. Wat doe je voor werk of doe je een opleiding? Ik werk zeg maar bij een haardhandel. Ik studeer zelf nog aan de Universiteit van Tilburg. Dat is natuurlijk economie en bedrijfseconomie. Oké. Okay. En wat doe jij? Nice. Ik zit op de Nederlandse acteurschool in Apeldoorn. Echt? Ja. Dus als je klaar bent, wat doe je dan uiteindelijk mee? Maar ja, uiteindelijk wil ik wel gewoon actrice worden. Ben je echt een Feyenoord-fan? Ik wil zeggen, heel heftig, maar ik wil ook niet overdrijven, maar het is wel... Nou, ik wil nu niet als een hooligan klinken, maar nee, ik ga wel... Nee, ik wil zeggen, je bent geen hooligan, nee, toch? Het is nee. Niet dat ik als ik verloren heb, dat ik de bus ook eens ga sleuvelen. Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik ben wel... ik ga wel naar elke wedstrijd, ja. Vriendinnen van mij zeiden nog... Zolang die maar niet met een Feyenoord-shirt aankomt. En nu heeft hij een sjaal. Oh, wacht, sorry, dat kan eigenlijk niet, eigenlijk. Ik vind het wel geweldig om... Eén keer in de twee weken samen met je, dan met een broer of een vriend. Mijn broer gaat hier altijd mee. Avondje uit, lekker in het zonnetje, je club supporten. En als je dan prijzen wint, kijk, Feyenoord is ook een club. Ik ga het heel eerlijk zeggen, die het niet altijd geweldig doet. Maar dan zeker die afgelopen 2 jaar, als we wel succes hebben, joh. Je, eigenlijk verwacht je het niet, dus het is alleen maar mooier. Nou, ik heb zelf niks met voetbal. Maar ik kan wel begrijpen dat je
fan bent of zo van iets, laat ik het zo zeggen. Van iets. Dus dat merkte wel dat zij niet echt van de voetbal was. Dat kun je wel goed merken. Ik heb een foto van mezelf. Deze foto heb ik gebruikt toen ik uit de kast kwam. Dus die heb ik op mijn social media gedeeld. Was het moeilijk? Nee, dat niet. Ja, ik vond het in het begin verbloemde ik het wel. Op een gegeven moment accepteerde ik gewoon. Ja. Man, dit is wie je bent toch? Op wat voor type val jij? Qua innerlijk gewoon heel spontaan. Ja, gewoon iemand waar je lekker mee kan kletsen. Ja. Humor. Ja. En verder? Iemand moet ook kleiner worden dan mij zijn. Kleiner? Ben ik kleiner? Ik denk het. Gaan we kijken? Nou gaan we kijken. Uh-huh. Oh, wow. Jij bent echt groot! Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, ja. Kan ook van de vinklijst. Ja. Jij? Ja, ik val echt eigenlijk op ja, van alles eigenlijk wel. Ja. Maar je bent wel mijn type. Ja? Dat wel, ja. Ja. Ik heb nog iets bedacht voor een opdracht. Spannend. Omdat ik natuurlijk op de Nederlandse acteurschool zit. En dan moeten we soms best wel gekke dingen doen. Absurde dingen. Dus ik heb wat briefjes in opgevouwen. En daar staat iets op. En dan moet je je gaan inleven in dat ding. En dan mag je dat doen. Oh jee. Echt acteerdingen. Ja, echt acteerdingen. Oh jee. Oké, we gaan ervan doen. Gebakken ei. Hoe denk je dan een gebakken ei is? Of hoe die zich zou voelen of doen? Je moet echt uit gaan beelden. Je moet echt gaan uitbeelden. Even kijken hoor. Echt heel wat je noemt. Toen die acteurchallenge kwam, ik zat echt in mezelf. Oh, ga ik dit doen? Ga ik dit doen? Het was wel iets waar ik dacht, oh jee, hier gaan we. Oké. Ga gewoon liggen en ja. Dan gaat hij zo. En dan gaat hij en dan een beetje zo. Ja! Verder ga ik ja, nee, dat is toch goed. Hij gaf zich wel over, hij deed het gewoon, dus ja, daar hou ik wel van. Dat hij het niet te gek vond dat hij het niet deed. Jij bent de pro, jij moet eigenlijk laten zien hoe het moet. Dat. Nee. Je komt thuis van de KT en je wilt gaan slapen. Nee. Ik heb geen idee. Een ijsje dat aan het smelten is. Ja, dat is, ja, hoe kan je dat uitbeelden? Ja, weet ik. Dat is echt gek. Maar dat soort dingen krijg je echt op school. En ook bij audities en zoveel toneelscholen. Doe je veel met TikTok? Ja, best wel. Wat is die nou? Daar zie je er wel heel anders uit. Hè? Ja. Oh, je wordt ook echt heel vaak bekeken. Ken je de Titanic, de film? Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb hem nog nooit gezien. Wacht even, ken je niet dat stukje dat ze... Ja, maar ik weet niet of dat stukje erin zit. Dat weet ik ook niet. Nee. Ja. Oké, gaan we dat doen? Ja, waar gaan we op slaan? Hoe gaan we dat doen? En jij ervoor? Want ik ben lang. Ja. Oké. Okay. Wat is een idee? Dus ik heb hierop gestaan. Oeh, toe. Ja, helemaal joe. En dan zo? Nee. Ja, dat kan. Moet je me af laten tellen of oh, niet? Wacht even. Ja, ik zou even kijken hoor. Ik 10 seconden begin met de aftellen. Nog eerst zo hè, begin. Oh ja. Ja. Nou, ja, die is leuk, volgens mij. Ja. Oh, die is leuk. Oké, okay, noem het die. Ik vind het heel romantisch. Oh my god, vertel. Ja, het is... Ja, je weet wel... Ja, you know hoe ik ben. Ik bedoel, ik krijg altijd error. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Maar dat is wat chill. Hij praat wel veel. En hoe ziet hij erbij? Ja, wel gewoon prima. Niet per se 1, 2, 3 waar ik als in eerste instantie op zou vallen. Wel een spontane jongen. Ja, dat wel. Ik heb net wel ook even het gebakken ei laten spelen. Hij komt niet zo goed. Ja, weet je, ja. Op zich. Hij, weet je wat het is? Hij deed het wel. Dus dat, ja, snap je? Dus dat vind ik wel goed. Ja, precies. 10 voor inzet. Leuk. Heel leuk. Hallo. Nou, ik ben benieuwd of je het doet. Yes. Ik vind het al leuk dat je wat hebt gemaakt. Wel hè? Ja. Broodje kapatje. Ja. Eet je dat vaker? Ja. Je bestelt heel vaak als ik op het toneel zit. Ja. Lekker. Ja, lekker toch? Hallo. Ik kom voorstellen. Hoi. Hoi, Tom. Claudia.
Nou, welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het ook heel gezellig. Nou, helemaal goed. Ja? Nou, dan ga ik er weer vandoor. Dankjewel. Altijd, ik ben wakker, ik ga douchen, ik ga tanden poetsen, et cetera, kleding aan en weg. En zo kijk ik iedere ochtend eerst GTST. Echt? Met een kopje koffie. Elke ochtend? Ja, als ik dan wakker word, dan voel ik me ook echt vaak een beetje wazig of zo. Ik moet echt, ik weet niet. Dan heb ik een hele andere gebeurtenis dan normaal, ik voel me niet thuis. Nee, ik weet niet, ik moet dan echt rustig wakker worden, ja, dat heb ik gewoon, ja. Ja, nu moet je dus een glaasje kava drinken. Ja, toen ze die kamer zag, dacht ze me wel, was wel blij. Volgens mij is dat niet te twijfelen om nog een glaasje te drinken, volgens mij. Dat had ze wel zin in. Ja, ik pak er zelf ook maar één. Cheers. Ja, ik heb een hele leuke activiteit. We gaan een wond maken. Oké. Okay. Dat is goed. Ik laat me verrassen. Even jas op. Nou gaat alles uit, hoor. Nou, uitpakt. Ik vind wonden maken vind ik een van de leukste dingen. En ik dacht, laat me maar een kleine wond beginnen, want hij kan niet zo goed tegen bloed. Niet nep wond. Ik had het zelf ook nog nooit meegemaakt. Zullen we er even een handdoek onder leggen? Is vet handig? Ja. Met de hand. Ja, en dan even een bakje water. En wc-papier of keukenrol. Oh, hier kunnen ze gelukkig filmen. Ja. Wat een bed. Een bakje water in? Ja, en een keukenrol. Wat gebeurde er nou toen jij een bakje water ging pakken? Geen idee. Ik hoorde allemaal dingen. Oh. Geen idee. Even samen in de keuken. Ja, dat hebben jullie niet kunnen zien, maar dat was hartstikke leuk. Oeps. Oh, god. Nou gaat het mis hoor. Nee. Dan moet ik nou wel laten zien prestatiedruk, hè? Ja. Als het pijn doet, moet je het zeggen. Ja, dan heb ik je heel lang aan het gedoe. Oh, pijn? Ja, alleen dat stukje. Sorry. Moet je even pauze hebben? Nee, hoor, maar dit. Zo'n mensen echt dood laten schrikken, niet. Ja, lekker toch? Even wat gedaan. Kijk maar wat gedaan, hè? Zou ik je een woordje achterhoeks leren? Ja. Brommers kieken. Brommers kieken. Ja. Brommers kieken betekent zoenen. Echt? Ja. Geef haar brommers kieken. Hoe bloederiger, hoe mooier. Ja. Ah, er komt een gant in zo. Ik zie niemand. Zet even af. De camera draait gewoon lekker. Niet goed. Nou, de brommers worden goed bekeken. De 3 uur van deze slaapkamerdates zijn bijna om. Hoe vonden jullie het, Anna en Job? Ik vond het wel gezellig. Nou, zeker. Ik vond het wel gezellig. Ja, zeker. Ik vind het wel fijn dat je gewoon best wel veel praat, zeg maar. Zodat ik ben meestal best wel een beetje van kat uit de boom kijken. In eerste instantie niet zo goed weten wat moeten zeggen. Ja. Hey, ik vind het altijd goede gesprekken toch. En lekker. Het is niet dat we de hele tijd stil zijn geweest. Nee, precies, absoluut niet. Ja, we kunnen nummers uitwisselen, Instagram uitwisselen. Ja? Prima. Is het leuk te kennen? Ik stuur een appje. En ja, dat is goed, dan spreek ik ons. Hoi, is goed, hoi. Jongens, de slaapkamerdate is afgelopen. Dus de grote vraag, Tom, blijf je slapen? Oh god, is dit de vraag? Ik had er veel vragen verwacht, maar die... Blijf ik slapen? deze had ik niet verwacht. Je wordt allemaal rood. Ja, wat ga je daarop antwoorden? Mag ik blijven slapen? Ja, ga je mij schrijven. Gaan we naar jou spelen? Mag je blijven slapen? Ja? Ja, hoor. Dan blijf ik heerlijk slapen. Ja. Zullen we nog een drankje doen? Ja, leuk. Ja? Oké, ja? Kom. Ja. Gaan we een drankje doen. Wil jij nou ook een slaapkamerdate? Geef je dan op via kandidaat@woont.tv. We gaan nog even lekker verder veranderen. Joe, trouwens. En ben je nu benieuwd hoe het gaat met de tortelduifjes? Kijk op npo3.nl voor de laatste juice.